Minister roept ook president en topambtenaren op om belasting te betalen. RGB stuurloos na beëindiging dienstverband waarnemend directeur. En Bordo, ook in Brazilië beroemd, is bang voor uitlevering aan Suriname. Goeiedag, dit is Regionieuws TV Suriname van 7 juni 2024. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. Het ministerie van Financiën en Planning heeft vorige maand een brief gestuurd aan hoge overheidsfunctionarissen, waaronder de president, de vicepresident en de ministers, om te voldoen aan hun belastingplicht. Het gaat vooral om inkomsten, vermogens en huurwaardebelasting. Als leiders moeten we het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat iedereen belasting betaalt, zei minister Stanley Raghubarsingh van Financiën tegen ABC Suriname. Volgens hem is de brief goed ontvangen door president Santokki, die aangaf zelf regelmatig zijn belastingverplichtingen na te komen. Ook vicepresident Brunswijk steunt de maatregel. Hij begrijpt dat met belastinggeld het hele staatsapparaat in stand kan worden gehouden, aldus Raghubarsingh. De oproep is gericht aan iedereen, maar de minister vindt het goed om bij de top te beginnen om zo het goede voorbeeld te stellen. De regionale gezondheidsdienst zit momenteel zonder leiding nadat Djalmar Rion, die sinds maart als waarnemend directeur fungeerde, heeft afgezien van de permanente functie. Dit meldt bondsvoorzitter Rinaldo Hercoul. RGD is nu stuurloos, aldus Hercoul. Hij geeft aan dat de bond hierdoor geen gesprekspartner heeft voor de belangrijke zaken, waaronder de onderhandelingen over de arbeidsovereenkomst voor 2024. Normaal zou de voorzitter van het stichtingsbestuur waarnemen, maar hier is nog geen officiële bevestiging van. De directievacature ontstond nadat in januari 2 directieleden en 2 andere medewerkers op non-actief werden gesteld vanwege een onderzoek naar mogelijke malversaties. Hercoul stelde dat de dienst kapot werd gemaakt onder de nieuwe directie, met tekorten aan medicijnen en salarisbetalingen, terwijl er wel geld was voor andere zaken. De omvang van de vermeende fraude is onbekend, maar zou aanzienlijk zijn. Het is onduidelijk wat de status is van het onderzoek door de CLAD. Met het openen van een schoenenzaak 2 maanden geleden in São Paulo, Brazilië, heeft de in Suriname voortvluchtige Joel Bordo Martinez de aandacht van de federale politie getrokken. Vorige week werd Bordo door de Braziliaanse federale autoriteiten en Interpol gearresteerd. En na zijn arrestatie verzocht hij om niet aan Suriname uitgeleverd te worden. Hij liet de Braziliaanse autoriteiten weten bang te zijn voor president Jean Santokki, die hem zou laten vermoorden. Dit staat onder meer in een publicatie van The Organized Crime and Corruption Project. Bordo zou hebben gesmeekt en gehuild om niet uitgeleverd te worden. Ik wil niet dood. Die man zal me zeker vermoorden. Volgens het uitleveringsverdrag tussen Suriname en Brazilië zou Bordo wel uitgeleverd mogen worden, omdat hij voor misdrijven wordt verdacht in Suriname. En als hij strafrechtelijk wordt vervolgd en veroordeeld wordt en zijn maximale straf niet langer dan 50 jaar zal zijn. Behalve in Suriname wordt Bordo ook gezocht door de Fransen en is hij in 2019 officieel veroordeeld voor drugshandel en kreeg hij daarvoor een gevangenisstraf. Hij is aangehouden in São Paulo op basis van een signalerings- en arrestatiebevel van Interpol op verzoek van Suriname. In Suriname is Bordo aangeklaagd voor moord, deelname aan een criminele organisatie en overtreding van de wet verdovende middelen. In een exclusief interview met Fala Brasil, een Braziliaanse nieuwsoutlet, hebben de autoriteiten uitgelegd waarom en hoe ze hem hebben aangehouden. In Suriname stond hij bekend om zijn luide levensstijl en ook dit trok de aandacht in Brazilië en was geld geen probleem voor hem. In de Braziliaanse media wordt hij omschreven als iemand die uitbundig overdekt met goud zijn weelde aan het etaleren was op social media. Ook zou hij zich in de allerhoogste politieke kringen bewegen in zijn thuisland, aangezien hij deel is van het bestuur van de ABOP, die samen de regeringsmacht heeft met de VHP. Bordo zou volgens de Braziliaanse autoriteiten een asielaanvraag hebben ingediend en ziet zichzelf als slachtoffer van een politieke vervolging. Met zijn asielaanvraag kon hij worden getraceerd in São Paulo. Toen zijn de autoriteiten tot ontdekking gekomen dat hij een schoenenwinkel had geopend in het centrum van de stad.
en het opgegeven adres voor registratie van zijn winkel klopte niet. De politie vermoedde dat zijn schoenenzaak als dekmantel zou worden gebruikt om crimineel geld wit te wassen. Er is tot nu toe nog niets bekendgemaakt over de uitlevering van Bordeaux en wanneer dit gaat gebeuren. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app en nieuws melden kunt u doen aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube en spreekt het nieuws u aan? Like ons en vergeet niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.